Ja, mijn naam is Robert Kas. Ik ben technoloog bij Waterschap Amaas. Daar werk ik bij de afdeling advies zuiveren. En de afdeling advies zuiveren, ja, die adviseert eigenlijk de rioolwaterzuiveringsinstallaties zoals wij die in de hele regio hebben staan. Het waterschap heeft een aantal verschillende taken. Allereerst voor ons dan het zuiveren van het rioolwater. Het rioolwater wordt eigenlijk allemaal verzameld en naar afvalwater of naar rioolwaterzuivering toegevoerd, waar het vervolgens gezuiverd wordt zodat het op het oppervlaktewater geloosd kan worden. De oppervlaktewaterkwaliteit is gewoon erg belangrijk. Want op het moment dat het water niet goed gezuiverd zou zijn, ja, dan komt er te veel verontreiniging in het oppervlaktewater. Je krijgt allerlei problemen met eutrofiëring, dus dat er te veel algen en dergelijke in het water gaan groeien. Dus bepaalde soorten die gaan daar gewoon de overhand in krijgen. Dus we begeleiden stagiaires. We hebben gastcolleges. Er zijn een aantal mensen die regelmatig gastcolleges geven op de onderwijsinstelling. Ja, diverse projecten die in samenwerking met de onderwijsinstelling gedaan worden. Nou, het leuke van het samenwerken met onderwijs, of met de HAS in dit geval, het zijn over het algemeen enthousiaste studenten waar je mee te maken. Ze zijn leergierig, ze zijn gewoon leuk om mee samen te werken. Waar we op dit moment een project waar we druk mee bezig zijn, waterschapsbreedte eigenlijk in heel Nederland, om steeds meer energie te produceren uit afvalwater. Het is eigenlijk gewoon een samenwerking geweest, hè, tussen een project waar wij zelf intensief mee bezig zijn, maar waar de HAS dus een hele goede ondersteuning in geboden heeft. De resultaten die uiteindelijk praktijkonderzoek opleveren, ja, die vertaal je weer door, die leveren weer nieuwe vragen op, zodat je weer een vervolgonderzoek in kan gaan.